lief mens. Ik ben Christel. Fijn dat ik samen met jou even mag zien naar wat deze volle maanenergie in het teken van maart, 27 februari 2021, ook wel maan van licht genoemd, ons te vertellen geeft. Na de volle maan van 30 december, waarin we een carte blanche met een periode van hoogstaande principes hebben ontvangen, komt nu een boodschap van licht naar voren. We stemmen ons af op de nieuwe inzichten binnen onszelf gegroeid. Er is behoefte aan een doorbraak van licht, innerlijk weten, binnen onze duisternis van niet weten, niet zien. We kunnen onszelf te sterk geobsedeerd voelen door allerlei details, triggers, waardoor we het bos door de bomen niet meer kunnen zien. Dit kan het gevaar inhouden dat we ons te sterk afhankelijk opstellen van wat leeft bij anderen, buiten ons, waardoor ons eigen denken, onze eigen onafhankelijkheid, ons eigen vrijheidsgevoel in de schaduw komt te staan. Het kan ons ertoe aanzetten om te veel over te wegen naar het vinden van goedkeuring buiten onszelf, eerder dan binnen onszelf. Ook hier treedt een waarschuwende energie naar voren. Ga niet te snel, te impulsief tot handelen over. Het is geen moment om overhaast te beslissen, maar om onszelf voldoende ruimte te geven om doordacht tot actie over te gaan. Wat wordt verlangd, verwacht van ons? Stemt dit overeen met wat we zelf werkelijk willen of geloven? Beschikken wij over voldoende onderscheidingsvermogen? Inzicht om tot een goedvoelende conclusie voor onszelf te komen? Of voelen we onszelf verstrikt in een net van verwarring en onzekerheid? Deze laatsten kunnen negatief en als een verstorende en verduisterende factor ervaren worden binnen ons leven. Misschien ontbreekt er ons iets wat onze situatie in een ander of nieuw licht kan plaatsen. Erkennen wat ongemakkelijk voelt, kan ons helpen bewust te worden wat aan de basis ligt. Dit laat ons toe om de oorzaak te zien. Eens we ons bewust worden hiervan, kunnen we kijken naar de volgende stap. Hoe gaan we hiermee om? Wat zijn onze opties? Wat zijn onze mogelijkheden? De situatie voor onszelf duidelijk maken kan heel verhelderend voelen en ons leiden naar onze intentie, het doel dat we wensen te bereiken. Het mysterieuze licht van deze volle maan kan ons helpen om via het ontvangen van inzicht in onze huidige situatie onszelf te bevrijden uit de netten waar we mogelijk zijn in vastgeraakt. Het zijn immers onze intenties, onze motivaties die bepalend zijn voor onze verdere handelingen. Dan ondergaan we niet langer passief een situatie. Zijn we niet langer slachtoffer van omstandigheden, maar gaan we over tot een bewust en actief verantwoordelijkheid nemen. Er wordt meesterschap beleefd omdat we opstaan en ons lot mee creëren. We steken de handen uit de mouwen en werken actief mee. We zijn niet langer afhankelijk van het lot. We werken onafhankelijk samen met ons lot. We laten het scheppende licht toe binnen onszelf en worden op onze beurt medescheppers en deelgenoten van het nieuwe scheppingsplan. We banen onze weg dwars door alles heen, gedreven door een helder zien, een helder weten, een helder horen, een helder voelen. We kiezen voor teamwork met het licht dat ons inzicht geeft en plannen mee ons lot, onze toekomst. Herinneren we ons hoe in het jaar 2020 een ferm en stevig nieuw fundament gelegd werd,
waar we thans op verder mogen bouwen. Onze carte blanche. Continu zullen we hieraan herinnerd worden. Wij zelfs zijn mede verantwoordelijk voor wat ons nu en onze toekomst wordt. Ook al ervaren we in ons huidig moment eerder een stilstand binnen energie, dit is maar schijn. Denk aan het zaadje dat in de schoot van Moeder Aarde eerst hoort te ontkiemen en wortels schieten, vooraleer het zich een weg bovengronds kan maken. We bevinden ons in deze fase. We banen onze weg van ondergronds naar bovengronds. We maken een beweging van binnen naar buiten, naar het laten zichtbaar worden, wat diep binnen in onszelf aan nieuw leven is ontkiemd. Het is tijd voor een open en eerlijke communicatie, om onze waarheid te spreken, om ons handelen af te stemmen op de nieuwe inzichten die binnen onszelf zijn gegroeid. Doet dit niet denken aan perfectionisme, een typerende eigenschap van een dierenriemteken maakt? We stellen hoge eisen aan onszelf. We gaan niet voor minder, enkel voor meer. Voor beter. Hiervoor brengen we orde op zaken binnen ons leven. We kiezen voor transparantie, helderheid. De maagd gaat over tot de actie, houdt zijn haar doel voor ogen en kent grote strijdlust om te bereiken wat hij zij wil, vanuit een conclusie dat gemaakt wordt voor zichzelf. Het zijn dan ook grote analyticussen. Ook wij mogen beroep doen op onze kritische geest. We worden gewaarschuwd om niet te vlug over te gaan tot een conclusie, zodat we geen belangrijke aangelegenheden mislopen. We horen waakzaam te zijn, te bidden, te mediteren, dicht bij onszelf te blijven, zodat we niet bekoord worden om te trappen in de valkuil van datgene wat zoekt ons af te leiden of te misleiden, waardoor we kunnen komen vastzitten in een web van negatief denken, van mogelijke wanhoop en ongeloof. Waar richten we onze focus, onze gedachten op? Hebben we te veel oog voor wat niet mogelijk is in ons leven, wat niet kan? En door de welke we ons beperkt en gelimiteerd voelen? We kunnen hierdoor de gelegenheid missen om dankbaar te zijn voor alles wat wel nog aanwezig is in ons leven. Het kan een aanleiding zijn om te zorgen voor herwaardering, een heropfrissing van wat is, een herontdekken van nieuwe, andere mogelijkheden. Kijken we even naar onszelf, om ons heen, naar de ontelbare redenen die ons omringen, waar we dankbaar voor kunnen zijn. Met z'n allen ervaren we een vorm van vanzelfsprekendheid. Als we voorbij dit gevoel kunnen stappen, zullen we aangenaam verrast zijn van wat we er ontmoeten, vinden, mogen en kunnen zien. Dankbaarheid kan onze gemoedswisselingen optillen naar een grotere beleving van vreugde, blijheid, waardoor we onszelf lichter, verlichter kunnen voelen binnen onze levensomstandigheden. Hoe dankbaarder we in het leven staan, dus te waardevoller anders het leven in en om ons heen wordt. We brengen er een andere energie door teweeg. Een energie van een hogere frequentie. Een zwaarwegende en teneerdrukkende energie van onze frustratie en ongenoegen zullen hierdoor komen te wijken, om plaats te maken voor een veel warmere, lichtgevende, zonnige, blij energie. Het is aan ons om de gordijnen te openen en de zon toe te laten in ons leven. Het is aan ons of wij even de tijd nemen om te mijmeren in het mysterieuze licht van deze volle maan.
Wij zijn mede verantwoordelijk voor de zorg en de liefde voor onszelf, anderen, het leven. De schepping, het leven, is aan onze zorg toevertrouwd, waardoor we met z'n allen medescheppers zijn en tegelijkertijd medeverantwoordelijk. Met z'n allen geroepen om het licht, de kracht van de liefde brandend te houden. Hoe doen we dit? Het zijn onze gedachten, onze gevoelens en datgene wat wij geloven en als waar aannemen dat mede onze werkelijkheid creëert. Als we dus verandering wensen binnen een situatie, dan horen we eerst te kijken naar onze eigen manier van denken, naar onze eigen gevoelens, naar onze overtuiging. Stemt dit overeen met wat we wensen, wat we willen? Zo ja, blijven we op deze manier verder denken, voelen, geloven. Indien niet, hoe kunnen we hier verandering in brengen? Door onze focus, onze gedachten, ons denken, wat we voelen en geloven te veranderen. We laten achter ons elke vorm van negatief denken, dat ons belemmert, dat ons gevangen houdt binnen een web van hopeloosheid en misnoegdheid. En we kiezen om onze focus te richten op wat wel goed voelt, op wat ons hoop geeft, wat ons gelukkig maakt. Deze ommekeer, het in beweging zetten van een transformatie, van het zichzelf bevrijden, creëert nieuwe mogelijkheden. Zien we het portaal van onbeperkte mogelijkheden, aanwezig op elk moment in ons leven? Laten we een start maken met geloven dat we met z'n allen het beste verdienen. We zeilen op de zee van verandering naar het ontdekken van nieuwe grond. We horen zelf in beweging te komen en het nodige te doen. We blijven niet langer bij de pakken zitten, ondernemen actie. We nemen plaats in de zeilboot van het leven. We hijsen de zeilen. We ondermijnen onszelf niet langer door ons ongeloof van niet kunnen, maar ontdekken de goudmijn binnen onszelf van het geloof in ons kunnen. Mag dit onze motieven, onze intenties zuiver maken en helpen om recht op ons doel af te gaan. We staan niet langer toe dat iets tussen ons en ons te bereiken doel komt te staan. Is ons doel nog niet helemaal duidelijk? Geen nood, dit kan gaandeweg duidelijk voor ons worden. Nu komt het er gewoon op aan dat we onze moed bijeenrapen en de tocht aanvangen en schipper zijn aan ons levensroer. Zeg vaarwel aan angst, verwelkom vertrouwen, terwijl de wind van verandering blaast in onze zeilen en ons leidt in de richting van onze lotsbestemming. We zijn met z'n allen vertrokken voor een heus nieuw avontuur. Ook al valt het moeilijk te geloven, een periode van expansie staat voor de deur. Grenzen worden verlegd, nieuwe horizonten komen in zicht. We zijn klaar om op een andere manier in het leven te staan. Ook al voelt dit alles serieus, toch is plezier beleven aan dit alles één van de grote doelen. We verlaten ons eiland van cocooning, we laten los en stromen. Het stagnerend gevoel binnen ons leven zal plaats horen te ruimen voor een risicovol nieuw avontuur. Een toepasselijke muzikale noot is het liedje van Rasmussen, Go Beyond, en Joyride van Roxette. Geniet van deze blissvolle maan. Namaste.